Hoi, ik wil je nog een les laten zien over hoe je classes aanmaakt. Dus we gaan nu verder waar we waren met een human. Nou, we weten allemaal, een human heeft een geboortejaar. Nou, we gaan het even wat simpeler maken. We geven gewoon int m birth year. En dat is het geboortejaar. En nou, die gaat in. Dan hebben we dus een mens. Dan die wordt geboren in een jaar. Dat weten we vaak wel wanneer dat is, dat jaar. Nou, dan moet hier const int year komen. En dan hier staat dan m year is gelijk aan year. Nou, nu hebben we een mens die heeft een jaar. Dat wordt dan, oh, birth year heb ik het genoemd. Dan prima, dan pakken we dat. Birth year. En birth year is birth year. Year. Nu kan een mens aanmaken. Dit compileert nu niet. Waarom niet? Omdat deze mens nog geen geboortejaar heeft. Nou, Paris Hilton is geboren in, weten we allemaal uit ons hoofd, Paris Hilton. Paris Hilton is geboren in 1981. Nou, prima. Paris Hilton is geboren in 1981. Nou, mooi. Ze hebben Paris Hilton aangemaakt. Ze is geboren in 1981. Maar we weten nog steeds niet haar. We kunnen nog steeds niet haar geboortejaar opvragen. Dat gaan we nu doen. Int get birth year return. De lidvariabele birth year. En dan gaan we ook dat couten tot cat birth year. Mooi, hoppa, inderdaad, 1981 dan is ze geboren. Maar wat ik nu ga doen is, stel je voor, we willen de leeftijd weten van Paris Hilton. Oké, ik ga nu iets doms doen. Let op. Ik ga schrijven int m age. Dit wordt eigenlijk heel stom, let op, maar het gebeurt. Als we de leeftijd van Paris Hilton willen pakken, kunnen we zeggen, nou ja, dan slaan we dat gewoon op. Dus in het begin, nou ja, laten we zeggen dat we weten dat het 2018 is. MH is 2018 min birth year. En we hard coderen dat hier, dat is een heel slecht plan, maar we doen het hier. Nou, dan doen we je get age return MH. Nou, dit is een heel slecht plan, maar eens even kijken of het wel werkt, want dat doet het. Mooi, inderdaad, ze is 37 jaar oud. Nou, dat kan best wel een jaar verschillen of wat dan ook. Want misschien moet ze nog jarig zijn, misschien is ze jarig geweest, maar dit plus of min 1 jaar klopt het. Hè? Want ik ga niet op de exacte datum zoeken. Maar er zit wel een nadeel aan. Want stel je eens voor, het is nu een jaar later. Nou, dan gaan we dit doen. Dit is dom. Dit is dom. Let op, dit is dom, maar we gaan het gewoon doen. Void set age const int new age. Dus haar nieuwe leeftijd. M age is new age. Ja, dus laat zeggen, het is nu 2019. Het wordt. Oh, it's now 2019. Paris.set age. Nou, dan is het dus 38. Zet het op het scherm. Nou, ze is 38 geworden. Nou, heel goed, heel goed, heel goed. Dit is heel erg dom. Want namelijk, haar geboortejaar en haar als ik het geboortejaar weet en ik weet het jaar, dan kan ik haar leeftijd berekenen. Dus die age die moet weg. Want het kan alleen maar misgaan. Als we een geboortejaar en een leeftijd hebben, dan kan dat uit de pas gaan lopen. Dus dat halen we weg. Nou, compileert het natuurlijk niet meer. Hoppa. Hij zegt, hey, beste Richel, MH bestaat niet meer. Prima, die gaan we ook prima weghalen. Get age, nou, die laten we nog staan, maar set age gaat sowieso weg. Maar hier moet dan de leeftijd bepaald worden. Nou, hoe doen we dat? Nou, we vragen gewoon, wat is het jaar? This year. Constant year. Nou, en als we het jaar weten, en iemand die van een persoon de leeftijd vraagt, die weet vaak welk jaar het is. Nou, het jaar min en birth year. Dus get age, die heeft dus een extra stukje informatie nodig, namelijk welk jaar het is. Nou werkt het prima. Nee, want get age moet ik nu het jaar geven, dus 2018. Nou, dan zegt hij, ja, dit kan niet meer, dat klopt allemaal. Nou, dan kan ik nu zeggen in welk jaar. In 2018 is ze 37, dat klopt. En dan kunnen we ook zeggen, nou, hoe oud is dan 2019? Nou, dat zal 38 zijn.
Prima. Dus wat ik heb willen laten zien is dat we een human zo weinig mogelijk lidvariabelen laten hebben. Als we dingen kunnen berekenen, bijvoorbeeld een leeftijd, dan moeten we dat doen. We gaan niet twee variabelen maken. Ook niet omdat het eventueel sneller zou zijn, want dat is ook vaak onzin. Oké, we maken een klasse zo simpel, zo dom, zo gestroomlijnd mogelijk. Oké, dat was de les voor nu en een fijne dag.